Meneer Wiegel, goedemorgen. Dag heren. Wat dacht u toen u vanochtend hier naartoe reed? U bent er weer vroeg bij vanochtend. Hè? Maar wat dacht u toen u vanochtend hier naartoe reed? Na een week? Ik dacht ik zou de dames en heren journalisten wel zien. De premier ja, dat klopt. De premier is een beetje boos op u. Nou, er zijn denk ik een drietal interessante uitspraken gedaan. De heer Van Mierlo heeft wat gezegd, de minister-president heeft wat gezegd. En de toenmalige informateur, de heer De Vries, heeft eind vorige week een heel belangrijke mededeling gedaan. Waar wil u het eerst iets over horen? Nou, ik ben eigenlijk het meest benieuwd wat u van de premier vond. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel begrip voor de minister-president, alleen ik begrijp zijn uitlatingen niet. Ik heb tegen de minister-president gezegd, vlak voor de stemming, dat ik vond dat hij een uitstekend verhaal had gehouden. Heeft niet het onaanvaardbare uitgesproken. En dat betekende dus dat vervolgens, toen het wetsontwerp werd verworpen, heel duidelijk bleek dat D66, het zat er ook al een beetje in, uit het kabinet zou stappen. Dus het kabinet heeft niet het onaanvaardbaar uitgesproken. En dat vond ik politiek gezien, vond ik dat een hele goede zet van de premier. Vandaar ook dat ik dat tegen hem gezegd heb. Maar hij wond zich ook vooral op over het feit dat u hem van tevoren een hand gaf en er verder met geen woord over rechte. Dat ja, maar je geeft elkaar, ja, dat hoort wel. Dat je geeft elkaar bij de finale, hè, als het hoogtepunt, geef je elkaar een hand. Vlak voor de beslissing in de wedstrijd. Zo hoort dat. Zo ga je met elkaar om. Dat is politiek theater. Nou ja, dat hoort erbij. Want ik had ook oprechte respect voor de wijze waarop de premier deze zaak heeft behandeld. Een uur eerder op het Binnenhof. D66-bewindslieden Borst en Apotheker bezoeken hun Tweede Kamerfractie voor een crisisberaad. Een overleg dat uren zal duren. En ondertussen staat aan de overkant VVD-senator Wiegel wel overwogen te praten over de week na de nacht. Hoe bent u dan deze week doorgekomen? We zijn verhuisd. En u heeft u verder een begin over gedaan? Ik heb allemaal dozen uitgepakt. Ja, en intussen heb ik natuurlijk af en toe naar de televisie kunnen kijken. En ook daar begon ik eigenlijk mee dat de heer Van Mierlo zo opgewonden reageerde. Hè? Voor een minister van staat wel een beetje erg opgewonden. Ja, ik ben de hele avond heb ik verbaasd gekeken. Er liep een kind met een vuurwapen rond. Daar begrijp ik helemaal niks van mee. Ik denk, er is maar één verklaring voor. Namelijk, toch een beetje het gevoel bij D66. We zijn zelf de schuld, hè. Maar het is vandaag vooral toch de dag van de informatie. Voordat de gesprekken met de drie fractievoorzitters plaatsvinden, arriveert informateur Cenk Willink in Nieuwspoort om de pers een college staatsrecht te geven. Een betoog met een heldere conclusie. Juist in dit uitzonderlijke geval te doen uitmonden in de ontbinding van de Tweede Kamer en het uitschrijven van verkiezingen is een beetje oneigenlijk. Als het de enige uitweg is, moet het. Maar ik wijs er wel op dat ontbinding van de Tweede Kamer en verkiezingen geen oplossing leveren voor het gerezen probleem. Geen verkiezingen dus als het aan de informateur ligt. Bij de fractie van D66 denken ze daar, bleek de afgelopen week, heel anders over. Even voor 14:30 komt de fractie van D66 uit het beraad voor een verlaten lunch. De informateur heeft net gesproken in een persconferentie en ja, het kwam er op neer dat nieuwe verkiezingen, dat was het laatste wat hij zag zitten. Want eigenlijk had hij het over een oneigenlijke manier, hè, om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, staatsrechtelijk gezien. Dus ja, de bal ligt een beetje bij jullie. Zelf begrijp ik dat, omdat het vrij bizar is. Er is geen conflict tussen Kamer en kabinet, tussen Tweede Kamer en kabinet. Er is ook geen conflict intern in het kabinet. Er is natuurlijk wel een probleem in de coalitieverhouding ontstaan. Nu afspraken niet zijn aangekomen over zulke belangrijke dingen als dat referendum. En als de informateur dat als inzet van het gesprek kiest, dan begrijp ik dat op zichzelf. Maar het wordt zo lastig voor jullie, hè? Want de opiniepeilingen die beloven ook niet veel goed. Nee, maar de opiniepeilingen zijn op zichzelf belangrijk voor politieke partijen om te kijken wat de steun is onder de kiezers. Maar we hebben ook afspraken met onszelf over die geloofwaardigheid en over het belang wat je hecht aan dit kabinet, maar ook aan het realiseren van een aantal afspraken. Nou, dat is in het gedrang gekomen vorige week. Daarom was het ook onvermijdelijk dat het kabinet zijn ontslag aanbood. Ja, uiteindelijk heeft de heer De Graaf, de fractievoorzitter van D66, die heeft aan mijn inhoudelijke lijn, hè, dus tegen dit slechte wetsvoorstel, daar heeft hij een explosieve lading aangegeven door te komen met dreigementen. Ja, ik zou zeggen, dat heb ik al vaker gehoord op de plek van de misdrijf. Maar ik zou echt zeggen dat de verantwoordelijkheid binnen de VVD moet worden gezocht. En laat ik me niet op de motieven van de heer Wiegel ingaan.
Nou, informateur Cenk Willink heeft dus vandaag de betrokken fractievoorzitters van Partij van de Arbeid, D66 en VVD gehoord. En hij gaat nu, in zijn eigen woorden, een schilderijtje maken. In Den Haag is verslaggever Sven Kokkeman. Sven, D66 pleitte vorige week voor verkiezingen. Dat is ook geadviseerd aan de koningin door Tom de Graaf. En nu wordt dat toch genuanceerd. Misschien toch liever geen verkiezingen. Wat zit erachter? Nou, het is in ieder geval een groot verschil tussen wat Tom de Graaf vandaag zei. Vandaag zei hij, de deur zit niet op slot, de sleutel is niet weggegooid. Terwijl hij vorige week, nadat hij de koningin had bezocht en inderdaad had geadviseerd tot nieuwe verkiezingen, zei, ik heb niks in mijn binnenzak, ik weet niet hoe we deze impasse kunnen doorbreken. Je hoorde vandaag bij D66 al een paar mensen op de wat langere termijn denken. En dan met name richting de profilering van de partij. Wat zijn nou de belangrijke punten van D66 die ze nog kunnen binnenhalen? En daar hoorde je ook de geluiden. Misschien kunnen we beter in paars blijven zitten. De peilingen staan er niet al te best voor. Dus een lijnpoging is misschien ook wel in ons belang. Alleen dan moeten de andere partijen, Partij van de Arbeid en VVD, wel echt serieus iets te bieden hebben. Ja. Tegelijk waren ook andere prominente D66'ers te horen vandaag. Met name Jan Terlouw. Hoe is de positie van Tom de Graaf eigenlijk? Staat hij nog alleen aan het roer? Ja, ik neem aan dat hij gewoon alleen nog aan het roer staat. Het is wel zo dat hoe langer dit duurt, hoe meer van die oude partijprominenten het woord nemen. En dat maakt het hem, Tom de Graaf, dus een stuk lastiger. Aan de andere kant, hoe langer die bezig blijft, in gesprek blijft en zijn redelijkheid toont, hoe minder die straks de schuld kan krijgen van het feit dat het allemaal niet gelukt is. Cenk Willink, de informateur, die gaat door. Wat staat er morgen op zijn agenda? Morgenmiddag is de tweede ronde van de gesprekken met de drie fractievoorzitters van dit demissionaire kabinet. Het begint met Tom de Graaf. Vandaag was het het invullen van het schilderijtje. Morgen zal het gaan over mogelijke oplossingen. Melkert heeft daar vandaag al wat op gepreludeerd. Dijkstal ook. Tom de Graaf zal morgen in zijn eerste gesprek, nadat hij om 10:30 met de fractie heeft gesproken, zal die als eerste bij de informateur worden ontvangen. En daarna komen Hans Dijkstal en Ad Melkert. En dan weten we misschien aan het einde van de dag iets meer over een mogelijke kans van slagen van deze lijnpoging. Dankjewel. Graag gedaan.